Ja, Dick Lukkin, een beetje bijgekomen van de festiviteiten. Ik ben inmiddels bijgekomen, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik wel wat dagen nodig heb gehad. Alleen, ja, dat hoort er ook bij. Als je zo een groot succes haalt, gewoon tussen aanhalingstekens in één jaar terugkeren op het hoogste niveau, dan mag je daarvan genieten. En vanaf dinsdag, eigenlijk hebben we dinsdag nog gebruikt als hersteldag, een beetje opstarten. En vanaf woensdag volle focus op morgen Roda. Omdat ik het ook belangrijk vind om te benadrukken dat we natuurlijk vol voor het kampioenschap gaan. Wat een ontlading in Dordrecht naar die fluissendaal van de scheidsrechter, naar toch de moeizame 1-0-1. Ja, ik, ik vond het niet zo moeizaam. Maar ik, weet je, het is altijd spannend als de marie maar één is. Maar Dordrecht had niet zoveel in de melk te brokkelen, vond ik. En uh, ja, dat die ontlading groot was, dat zag je ook zaterdagmiddag op het plein. Hè. Mensen zijn gewoon hartstikke blij. En dat, uh, deze club is wel, uh, dat is wel iets veranderd in de afgelopen jaren. En dat is, dat is wel reuze leuk om dat, uh, om dat mee te maken. Ik heb in ieder geval gezien, mocht jouw trainerscarrière mislukken, dan kun je altijd nog als zanger uh, gaan optreden. Ja, dan moet ik wel een partner hebben. Ik had Jannes wel uh, hard nodig. Maar ja, ik heb ook genoten. En vooral, uh, vooral van de blijdschap die het, uh, die het andere mensen om mij heen brengt, dat, uh, daar kan ik van genieten. Hoe moeilijk is het dan om de knop om te zetten weer naar de wedstrijd tegen Roda? Ja, niet zo heel moeilijk voor mij. Omdat je, wat ik zeg, hebben uh, voor mijn gevoel nog een, uh, een klusje. Is het niet, maar ons doel is natuurlijk dat kampioenschap. En, en daar moeten we nog minimaal vier punten voor halen. En vanuitgaande dat Volendam alles wint. Dus ja, dan kun je dat maar beter de eerste volgende wedstrijd proberen te doen. Uh, tegen een goede ploeg, Roda. Ja, hoe lekker is dat dat je die marge van zes punten hebt? Ja, die hebben, dat, is, dat is heerlijk. Dat, dat legt volledig de druk bij, uh, bij Volendam. Alhoewel die natuurlijk uh, ook wel iets anders in het hoofd hebben. Ik denk dat hun voornaamste doel is winnen in de bos. Want dan zijn ze volgens mij gepromoveerd. Ja. Maar wij spelen vol voor de eerste plek. En uh, ja, die moet je ook pakken als je drie wedstrijden voor het eind, zes punten. En een beter doelstal ervoor staat. Rode JC, de laatste acht wedstrijden ook ongeslagen. Ze scoren 21 keer. Gevaarlijke ploeg. Ja, we hebben 73 goals in totaal. We hebben met Vente de topscorer van na de winterstop in de KKD en de gelederen. Gewoon goede spelers. Ik vind het een van de twee, drie beste ploegen in onze competitie. Ja, geduchte tegenstander. Ja, maar jullie hadden het daar ook al heel moeilijk, hè? Ja, ja, ik vond het daar ook gelijkwaardig. Dus ja, we weten wat ze doen. We weten dat ze goed kunnen voetballen. Dat ze ook het lef hebben om te voetballen. Dat ze waarschijnlijk ook proberen om ons onder druk te gaan zetten. Ja, beide ploegen hebben aanvallende intenties. Ja, dat levert over het algemeen uh, een mooie wedstrijd op. In ieder geval de ingrediënten voor een mooie wedstrijd. Wat is de exacte kracht van dit roda? Ja, ook wel de teamspirit, maar uiteraard ook wel de individuele kwaliteit. Hè? Want uh, Bushuari moet ik noemen, vind ik een echt een goede middenvelder, kan makkelijk wegdraaien. Ze hebben het lef om, uh, om op te bouwen van achter met het centrum wat ze hebben. Met uh, Absalem, die jullie natuurlijk ook heel goed kennen. Een bek wat uh, die heel vaardig aan de bal is. En de ja, dat zijn allemaal rakkers. Of dat nou Limbombe is, of Fluke, of Vente, of Emmers. Dat zijn allemaal jongens die of loopvermogen hebben, of een actie, een goal kunnen maken. Dus ja, dat is nogmaals in onze competitie de bovenkant. Hoe kunnen jullie ze pakken? Hoe kunnen jullie ze pijn doen? Eigenlijk heel simpel. Goede ploegen moet je niet laten voetballen. Dus er vol op. Ze bij de stort pakken. Uh, en wij zullen ook aan de bal wederom uh, goed moeten zijn. Want uh, je kunt ze ook wel aan het lopen brengen. En uh, er ontstaan wel ruimtes op het veld als je ook lef en durf hebt om uh, onder hun, hun druk uit te spelen. Veendorp is geschort. Romani mis je door een blessure. Lieder mis je ook al. Beide aanwinsten na de winter allebei geblesseerd. Voor de rest heb je alles wel beschikbaar. Ja, Lentini en Peet Bijen staan op het veld. maar zitten nog niet bij de ploeg. En Ben Scholten is nog geblesseerd. Voor de rest iedereen fit. En uh, kunnen we putten uit, een, uh, uit een, een grote groep. Ja, als je naar de, naar de training kijkt, dan is het Tofiki die de plekje van uh, Romanie in gaat nemen. Tofiki heeft daar nu gespeeld, dus ja, die kans is groot dat hij die plek over gaat nemen. Datzelfde geld voor Apau, die hebben we gebruikt op de rechtsback. Alleen, ik wil daar nog wel even een rustige nachtje over uh, denken. Dat zou wel, wel gewend zijn van jou. Precies. Niet te snel dingen doen, rustig nadenken. Dus dat ga ik nu ook doen. Succes, je Dankjewel.